staan hier in de straat bij een van de prijswinnaars van de vakantieloterij. Meneer Van Kampen. Meneer Van Kampen woont op nummer 21 hier in deze straat. En we gaan hem nu verrassen. We hopen dat hij thuis is. Gaan we iemand blij maken. Hallo, meneer Van Kampen. Nee, sorry, geen interesse. Nee, meneer Van Kampen, we komen niet voor niets. U kent mij waarschijnlijk van televisie. Nee, ik ken u niet. Nee, meneer Van Kampen, wij zijn van de vakantieloterij. Kijk u eens wat u heeft gewonnen. Hou maar vast. Een cheque naar Tormolinos. Ik ken u niet. Maakt niet uit, meneer Van Kampen, u heeft gewonnen. Maar 2 weken lang, lekker in de zon naar Tormolinos. Ik wil helemaal niet naar... 2 weekjes lang voor 2 personen. Dat is toch fantastisch? Ik ben alleen, dus ik heb ook niet... Meneer, u gaat lekker op vakantie. Waar maakt u zich zorgen om? Ik ben alleen. Ik kan niet tegen de zon... Maar u doet toch mee om prijzen te winnen, meneer? Dat was toch voor het goede doel, de... Ja, want ja, de vakantieloterij doet natuurlijk heel veel voor gehandicapten. Voor weeskinderen is het toch? Want ik ben zelf ook een weeskinder. In ieder geval, morgenochtend om 11 uur staat hier een taxi voor de deur. Die haalt u op en dan gaat u lekker naar Tormolinos. Morgen om 11 uur wordt u opgehaald door een taxi. Dus ik zou zeggen, koffertjes pakken. Heel veel plezier, meneer Van Kampen. Ja, hij zit hier gewoon. Ja, mee. Kom op. Hop. Dit wel niet. Kom op. Wat heeft die man al bij zich?